met de bouw van deze laatste tunnel op het spoor en de Regensingel heeft de kern Rijssen geen spoorwegovergang meer in de bebouwde kom. En als gemeente zijn we dan ook bijzonder blij met het bereikte resultaat. Juist vanuit het onderwijs, ik zeg het nog een keer, vanuit het onderwijs is de basis gelegd om tot verbetering te komen van de verkeerssituatie rond de spoorwegovergang. En uiteindelijk heeft het geleid tot het opheffen van de spoorwegovergang en de bouw van een autofietstunnel. Als dit bouwproject, toch een heel groot bouwproject, dat daar geen enkel, ik zei zo even binnen, geen enkel bezwaar is ingediend tegen de bouw van deze tunnel. Hij was volop draagvlak aanwezig. Dan zullen we nu overgaan tot een officiële openingshandeling door het onthullen van een fraai kunstwerkje achter mij. Een kunstwerk dat onder leiding van beeldend kunstenaar Ruud Halma is gemaakt door leerlingen van de basisschool Constantijnschool, de Ronde Maat en de Salto. Applaus daarvoor. Dan gaan we nu aftellen, dames en heren, u kunt meetellen. Op termijn. We tellen 3, 2, 1, ja! Applaus, dames en heren. Deze van kinderen die mee hebben geholpen aan het onthullen van het schabloon, die hebben dus samen gewerkt aan de tekening die eerder is vergaderd in het tekenschabloon door de heer Halma. Dit is nu onthuld en bij deze is dus de officiële opening van de tunnels in de kerk Rijssen een feit geworden. Ik heb rood! Ja! Rood! Ik heb ook een rood! Nee, rood is echt voor meisjes. Ik heb Stefan! Stefan, je broer en je moeder. Mooi, hè? Drie die het verst komen, die leerling krijgt een prijs. En de prijs bestaat uit een bezoek de hele dag aan de dierentuin. De leerlingen met hun zusjes, broertjes en ouders. Dus dan gaat het om drie prijzen. Ik denk goed eens om niet langer het geduld op de proef te stellen. En we gaan nu aftellen. En zodra we nul zeggen, dan kan de ballon de lucht in. 5, 4, 3, 2, 1, 0.